Oudwethouder Jules Iding staat op de kandidatenlijst van de SP voor de Eerste Kamer. De leden van de SP-raad plaatsten hem op plek 15 van de SP-lijst. Op die lijst staan in totaal 28 kandidaten. Op dit moment heeft de SP acht zetels in de Eerste Kamer. Iding is in Os lang raadslid geweest. In 1996 werd hij de eerste wethouder namens de SP in Nederland. Momenteel zet Iding zich in voor Museum Jan Kuhne in Os. Daarnaast wil hij van natuurgebied de Maashorst zo snel mogelijk een nationaal park maken.